Ja, zo snel als het volgende verhaal horen we het niet vaak. Een bejaard stel uit Enschede is keer op keer slachtoffer van inbrekers en overvallers. Ze zijn daardoor al hun spaargeld kwijt. En dat spaargeld was nog wel voor het goede doel. Vlakbij het centraal station van Enschede ligt de Parkweg. In een van de huizen aan die weg woont een bejaard stel van 86 en 88 jaar. Ik woon er nu 31 jaar. Ik heb het huis laten bouwen, gelijk met die huizen hier beneden. En ik heb er altijd met plezier gewoond. Het is zaterdagmiddag 7 januari rond een uurtje of twee. De vrouw, een gepensioneerde kleuterleidster, en de man gaan gezellig samen even wat boodschappen doen in de stad. Heb je een boodschappenbriefje bij? Ja. Die bewuste zaterdagmiddag gingen we boodschappen doen. En we zijn dan een paar uur weg geweest. En toen zijn we naar huis heen gegaan. En die deur stond open, de voordeur. Nee toch? Je zegt, ze hebben het ingebroken. Nee toch? Nou, en ik rende naar boven. Kissie hadden ze uit de kast gehaald. En dat stond nog op bed, open en wel, met niks erin. Het is een ramp voor het stel. In het kistje zat die dag toevallig al hun spaargeld. Ze hadden het tijdelijk bij de bank opgehaald. Goedemiddag meneer, we hebben een melding gehad, hier is ingebroken. Het echtpaar is geen rust gegund. Want zowel op zaterdag 31 maart als woensdag 9 mei wordt er weer geprobeerd hun huis binnen te komen. Inbrekers bewerken 's nachts de voordeur en een raam, maar het lukt ze niet. De ellende is alleen nog niet voorbij. 30 juli? Nou, het was niet zo laat in de avond. Ik zeg, ik ga naar bed, want ik heb slaap. Het is een paar maanden later. De nacht van zondag 29 op maandag 30 juli. Zo, ik ga slapen. Welterusten. Welterusten. Het bejaarde stel ligt, net als bijna iedereen, rustig op één oor. Werd ik wakker en dan zag ik ineens voor mijn bed een zwarte gedaante. Psst. Anders schiet ik je dood. Ik zeg, ik heb geen geld. Ik begon te schreeuwen. Wat is hier allemaal, man? Wat is hier? Oh. Oh. Je bent dood. En die vent kwam op hem af en die gaf hem een douw. En hij viel lang uit over de grond. En, waar is dat geld? We hebben geen geld. Ze hebben alles afgestolen. Vorige keer al. Staan we een kistje in de kast. Kijk maar. En toen trok hij die kast open, die deuren. Hij is leeg. Laat ons dan met rust. We zijn oud. En toen zag hij daar op de nachtkastje een portemonnee liggen. Toen liep hij weer terug, hoorde hij naar de deur, toen zag hij het sieradenkistje en die nam hij ook nog gewoon mee en toen verdween hij. Ik ben gevallen, ja. Mijn vriend die had zo'n pijn hier beneden, waar hij op was gevallen. En die heeft nog wekenlang met een hele grote blauwe plek gelopen. Nou? Er is hier totaal niks meer te halen, ik heb geen cent meer. Hè? 'S nachts ook. Word ik heel vaak wakker. En dan denk ik, ja, denken, ik luister. En dan luister ik ook of ik iets hoor. Dat is altijd. Dan zit ik te luisteren. En dan duurt het heel lang weer voordat je weer inslaapt. Eerst wordt er dus daadwerkelijk ingebroken. Daarna twee pogingen. Een paar maanden later ineens midden in de nacht een overval. Mevrouw Westerhof, men heeft het echt heel erg bewust op dat ene adres gemunt. Ja, inderdaad. Dat komt waarschijnlijk omdat men dacht naar de fonds van het geld in het kistje dat daar nog een grote klappen te maken viel. Maar dat is niet het geval. Het geld wat toen gestolen is, was toevallig in huis. Dat was spaargeld. Dat hebben ze echt bij elkaar geschraapt. En dat waren ze aan het tellen omdat ze het wilden verdelen naar goede doelen. Maar ja, nu hebben ze niets meer.
ontzettend sneu verhaal. En na die overval was het ook nog niet eens afgelopen. Nee, dat klopt. Dus ongeveer anderhalf maand later, dus na 30 juli, is er nog geprobeerd om weer in te breken aan de voorzijde van de woning. En dat was op 10 september, op de nacht van 10 september 10 uur, tot dinsdag 11 september 10 uur 's morgens. Maar ze zijn niet binnengekomen. Nou stonden er tijdens de overval twee mannen in de slaapkamer van het stel. Hebben ze iets kunnen zien van die mannen? Nee, het was natuurlijk donker, het licht was uit. De mannen droegen bivakmutsen, dus ze hebben het niet goed kunnen bekijken. Van de dader die het woord deed en die de oude man naar de grond werkte, hebben we het volgende signalement. Hij is ongeveer 20 jaar oud, is groter dan 1,85, heeft een normaal postuur en hij sprak met een buitenlands, vermoedelijk een Marokkaans accent. En van de andere dader hebben we helaas geen signalement. Weet het, het is een sumier signalement, maar we hopen toch dat het voor u thuis genoeg is. Misschien weet toch iemand iets meer over de daders van deze woningoverval. Zij zouden dus ook die eerdere inbraak op klaarlichte dag op 7 januari kunnen hebben gepleegd. En dan waren ze na die datum in het bezit van veel geld. Misschien dat het bij iemand een belletje doet rinkelen. Tijdens de overval hebben ze ook nog een portemonnee en een sieradendoosje meegenomen. Ja, nou, dat was überhaupt ook het enige waardevolle wat op dat moment nog in huis was. Het was een eenvoudig doosje met eenvoudige sieraden. En daar zat een gouden kettingje met een kruisje in. Nou ligt het huis van de slachtoffers daar in Enschede best wel in het zicht. Is er rond die datum iets gezien rond het huis? Alleen de dag voor de overval, dus op 29 juli, is er een man op een fiets op de oprit van de slachtoffers gezien. Hij toonde veel interesse voor het huis. Mogelijk heeft hij wat met de overval te maken. Overigens vermoeden wij wel dat deze overvallers uit de buurt komen, omdat ze na de overval niet hebben gehoord dat ze er met een auto vandoor gingen. Dus ze kunnen mogelijk met de fiets of lopend bij die woning terecht zijn gekomen. Heeft u iets gezien? Bel dan. En we doen vanavond ook met klem een beroep op mensen uit de omgeving van de daders die weten wat ze hebben gedaan. Een bejaard stel al hun spaargeld afnemen en maar door blijven gaan, dat kan echt niet. Dus heeft u een vermoeden wie hierachter zit, bel dan alsjeblieft. Desnoods anoniem via M op 0800 7000. En ook de criminele inlichtingeneenheid is te bereiken op 079 345 8999.